In de eerste video zagen we dat er allerlei grote veranderingen plaatsvonden in West-Europa vanaf de 11e eeuw. En het ging met name ook over de opkomst van de steden. Nou, en in deze video gaan we eens kijken naar echt uh, de eerste deelvraag van deze historische context, die hier ook in dit blauwe vak staat. Uh, die opkomst van die stedelijke burgerij. En dan kijken we dus met name naar het tweede kenmerkend aspect uh, uit tijdvak 4 dat hier een rol bij speelt. En uh, nee, ja, zoals gezegd, hè, dat er komen allemaal nieuwe steden op vanaf die 11e eeuw. En uh, steden beginnen sowieso weer te groeien. En ja, dat gebeurt vooral op plekken die gunstig zijn voor handel en verkeer. En dan kun je dus uh, denken aan uh, plekken die op kruispunten van belangrijke wegen liggen. En dat kunnen zowel uh, wegen over land zijn als vaarwegen. Dat, dat, dat zijn dus havens en dergelijke. Nou, je ziet hier een kaart van een heel netwerk dat er eigenlijk weer gaat ontstaan in Europa. Ja, naarmate dat netwerk verder groeit en die steden verder groeien, worden, die steden ook dus belangrijker. En dan gaat de stedelijke burgerij, die, die gaan zich dus ook steeds belangrijker vinden. En die willen ook hun economische belangen beschermen. En uh, dat doen ze dus uh, door middel van uh, stadsrechten, die ze, uh, waar ze soms om vechten, die ze vaak ook gewoon kopen, bij de hoge adel, hè. dus, dus de, de graaf of de hertog die uh, de basis is over het gebied waar die stad ligt. Ja, en hoe zit dat dan precies? Nou ja, in die steden wordt dus heel veel geld verdiend met handel en ambachten. En uh, die stedelijke burgerij die moet dus uh, belasting gaan betalen... aan zo'n graaf of aan zo'n hertog. Hè. Die verdient daar mooi aan. Maar goed, die ziet ook wel in dat uh, hoe beter het gaat met die economie... Uh, hoe meer belasting er ook betaald zal worden. Dus hoe meer inkomsten hij ook krijgt. En tegelijkertijd vragen dus uh, die burgers in die steden ook van... ja, we betalen heel veel, maar we zijn ook heel belangrijk. Laat het ons dan ook op onze eigen manier doen... Dus uh, zo'n zo edelman die is dan ook al snel geneigd om die steden stadsrechten te gaan geven. Hè, dus die krijgen steeds meer zaken waar ze zelf over mogen beslissen, in plaats van dat uh, die, die graaf of die hertog dat doet. En wat zijn dan voorbeelden van stadsrechten? Dat zie je er hier een aantal van. Dat zijn bijvoorbeeld politieke stadsrechten, zoals die drie die daar links ook staan. En eigen stadsbestuur, ook eigen rechtspraak. Dat je dus over je eigen burgers recht mocht spreken. Stadsmuren en stadswallen en dergelijke. En grachten kwamen erbij. Maar er waren ook economische stadsrechten, zoals het houden van een weekmarkt. Of het mogen heffen van tol voor mensen die door de stad heen trokken. En het oprichten van gildes of het slaan van een eigen munt. En niet iedere stad kreeg allemaal dezelfde stadsrechten. En er zijn er ook nog veel meer dan hier. Dit zijn voorbeelden. Maar je ziet dus in ieder geval wel dat die steden steeds zelfstandiger worden. Ja, en die steden vormen ook het centrum van hun zogenaamde verzorgingsgebied. En dat netwerk dat wordt ook steeds fijner erin. Nou ja, wat is een verzorgingsgebied? Hier hebben we dan zo'n stad. En ja, die ligt natuurlijk niet zomaar in de middle of nowhere. Hè. Er ligt van alles omheen. Het, het platteland met allerlei dorpjes en dergelijke. En dat platteland dat levert voedsel en grondstoffen uh, aan de stad. Hè. Dus, dus voedsel voor de stedelingen, uh, maar grondstof ook voor de ambachtslieden, voor de nijverheid dus. En uh, zoals bijvoorbeeld wolz, wat je dat hier op dat uh, plaatje ook ziet. En uh, ja, in die stad wordt dan, worden die grondstoffen verder verwerkt door de ambachtslieden. En uh, vanuit die stad wordt, uh, worden die producten die daarmee gemaakt worden ook weer verder verhandeld. Dus die stad die verwerkt die grondstoffen en die verkoopt die producten in dat verzorgingsgebied zelf. Maar natuurlijk ook verder. Ja, en Dat verder, dat wordt ook echt steeds verder. En we zagen net al op die eerste dia dat, dat kaartje van Europa, hè, dat, dat leek ook wel meteen een soort heel stedelijk netwerk te zijn. Ja, dat, dat, dat werd dus steeds verder uitgebreid en een belangrijke rol erin als het gaat om de handel. Dat waren de zogenaamde jaarmarkten die er in de 12e en 13e eeuw ontstonden. En dat waren eigenlijk uh, markten die. Uh, Ieder jaar op een vaste tijd werd gehouden en een langere tijd duurde. Hè. Dus dat was niet even een, 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 uh, de weekmarkt die dan even een ochtend of een dag duurt zoals je dat in je eigen stad misschien wel kent of in je eigen buurt. Uh, nee, dit, dit waren markten die uh, ja, de, een, een aantal dagen of een aantal weken soms zelfs uh, konden duren, die altijd op hetzelfde moment in het jaar dan ook waren. En um, ja, daar konden kooplieden uit de omgeving dus naartoe komen, hè, dus uit het eigen verzorgingsgebied. Maar je zag dus ook dat er heel veel kooplieden uit het buitenland naartoe kwamen. Hè. Dus bijvoorbeeld de, de belangrijkste uh, jaarmarkten in die tijd, dat waren de uh, Franse jaarmarkten in de, de Champagnestreek. En uh, ja, die, die volgden eigenlijk elkaar allemaal op. En dan zag je dus bijvoorbeeld dat er Italiaanse kooplieden uit de Italiaanse stadstaten, die trokken dan naar die Franse jaarmarkten toe. Maar er kwamen dus ook handelaren uit, uh, nou ja, uit, 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 uit uh, Vlaanderen bijvoorbeeld en uit Duitsland, die, die kwamen daar naartoe. En zo troffen uh, die internationale handelaren, die troffen elkaar allemaal op de jaarmarkten. En die jaarmarkten waren dus heel belangrijk uh, om de internationale handel uh, te stimuleren in West-Europa. Nou, dit klinkt natuurlijk als één groot hosanna-verhaal voor de stad, maar het leven in zo'n uh, stad in de middeleeuwen, dat was toch erg ongezond. Hè? Hier zie je dan zo'n beetje zo'n striptekening van hoe dat eruit kan zien. Als je er goed naar gaat kijken, dan zie je allemaal dingen waarvan je denkt van, nou, ik zou dat niet in mijn straat willen hebben. Het is vies en het is smerig. Het kan er ook gevaarlijk zijn, hè? brandgevaar. We zien houten huizen bijvoorbeeld. Uh, kortom, het leven in de stad is ongezond. En als gevolg daarvan sterven er meer mensen in de stad dan dat er geboren worden. En daar weer een gevolg van is dat de stad dus uh, behoefte heeft aan een constante stroom van nieuwe mensen. Hè? Anders dan, 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 dan verdwijnt die stad uiteindelijk ook. Dus er moeten steeds nieuwe mensen komen. Nou, en gelukkig heeft de stad vanwege haar economische functie, onder andere toch echt wel een aantrekkingskracht op nieuwe mensen. En uh, als mensen maar kapitaalkrachtig of kundig genoeg zijn, dan kunnen ze ook nog eens porter worden. Dan, uh, de, krijgen, ze echt, uh, ja, dan krijgen ze echt het recht om een burger te zijn van de stad. Dan, dan doen ze er recht toe. Ja, met kapitaalkrachtig worden ze bedoeld mensen die voldoende geld hebben, hè, dus die bijvoorbeeld uh, goed mee kunnen doen in de handel. En kundig, dat slaat op uh, ja, het verstaan van je vak, dus dan zitten we al snel aan de ambachtslieden, aan de nijverheid dus te denken. Ja, en zo blijven die steden dus groeien. Hè? In aantal, in omvang, maar dus ook in belang. En in de volgende video zullen we eens gaan kijken naar een van de eerste steden die er echt toe doet in de lage landen.